Hallo iedereen, ik ben er weer. Niet meer op Bonaire, maar weer in Nederland. Het is vandaag vrijdag, 10:15. Ik wilde even snel een intro maken, want ik ben nu onderweg naar een sollicitatiegesprek. Het is echt heel heet. Het wordt vandaag 30 graden. Ik heb ook echt een outfit aan die het niet eens waard is om te laten zien. Ik ben een beetje verkouden. Ik ben vanochtend al naar de dokter geweest. Moest bloed prikken. Maar ik geef jullie even na mijn sollicitatie een update over mijn life. Waar is de sleutel? Maar ik ga nu daarheen. Ik ben wel iets vroeger, maar altijd als ik op tijd vertrek, zeg maar gewoon normaal, dan weet ik de weg niet of dan rijd ik verkeerd. En dan kom ik misschien net precies op tijd. Dus ik ga gewoon op tijd, ruim op tijd weg, zodat ik nog een beetje speling heb en even goed kan kijken van waar het nou is. Ik heb vandaag ook weer een lash appointment. Ik heb al maanden geen wimpers op. Ik neem altijd gewoon even een soort van break, gewoon omdat mijn wimpers soms even moeten rusten. Dus vandaag heb ik weer een lash appointment. En voor de rest weet ik echt niet wat ik ga doen dit weekend. Maar jullie gaan het meemaken. Hey guys. Oh, ik ben net wakker van een dutje en ik ga nu mijn wimpers doen. En ik ben echt moe. Ik heb net een dutje gedaan, want het was echt kapot. En ik ga nu snel mijn wimpers doen. En daarna ga ik met Jornik iets doen. Ik weet niet wat, maar ja, en het is heet, jongens. Oh mijn god. Het is gewoon 31 graden. En morgen ook. Hallo vrienden. En weer een shot in de auto. Ik ben even aan het wachten op Jornik, want die ik weet eigenlijk ook niet wat hij aan het doen is, maar ik ben aan het wachten. Het is zo heet. Ik heb mijn wimpers gedaan, dus ik voel me weer helemaal brand new. Volgende week heb ik ook een festival, dus ik dacht, ja, het is wel weer leuk om wimpers te hebben. Ik weet ook niet wat we nu gaan doen. Ik hoop dat we iets gaan eten, want ik heb echt heel erg honger. Of een drankje of zo doen. En ik wil jullie nog even vertellen. Bonaire was echt heerlijk. Ik vind echt, toen ik terugkwam was ik echt zo gedesoriënteerd ook. Ik had gewoon echt niet mijn plekje hier in Nederland. Niet op werk, niet thuis. Gewoon alles was gewoon, ik weet niet, raar of zo. En nu heb ik alweer een beetje mijn draai gevonden. En dit is dus mijn eerste video na de Bonaire vlogs. Ik denk dat die over 2 weken online staat. Dus ik kom nog één. Er komt denk ik nog één deel van Bonaire. En daarna is het weer normale vlogs. Maar ik wil echt dit jaar gewoon kleine trips pakken. Dus in het weekend lekker naar Parijs of naar Milaan of Londen of zo. Gewoon echt wat doen met mijn vrije tijd en gewoon content maken. Ik ben ook verkouden. Al 2 weken lang. Volgens mij. Of het is hooikoorts, maar ik weet niet zeker. Oh ja, wat ik ook nog wilde vertellen is dat vanochtend... Luister, vanochtend had ik dus een afspraak om 9 uur bij de dokter. Ik weet niet waarom, maar ik dacht dus dat ik om 8 uur een afspraak had. Dus ik stond om 7:30 op of zo en ik zat gewoon om 8 uur daar te wachten. Eindelijk dacht ik, heb ik wel om 8 uur een afspraak? Dus ik ging kijken in mijn app, zeg maar op mijn zorgapp. En toen stond het 9 uur. Ik werd zo chagrijnig gewoon direct. Toen ging ik naar huis, ging ik even eten. En daarna ging ik weer naar de dokter. Dat was trouwens voor mijn rug, want mijn rug doet nog steeds zoveel pijn. En toen zeiden ze, ze willen kijken of ik ontsteking in mijn rug heb. En daarvoor moest ik dus bloed gaan prikken. En ze willen kijken dus of ik volgens mij reuma of zoiets heb. Ik hoop het natuurlijk niet, want dat zou verschrikkelijk zijn. Maar ja, ik hoop wel dat ik gewoon te weten kom wat de oorzaak is dat ik zoveel pijn heb en zo lang. Dus ik wacht nog even op de uitslag van dat. Als het goed is krijg ik dat woensdag of zo. Dus, en dan moet ik naar een rugspecialist gaan. Hey guys, we zijn bij de Marktvrouw. Laatst was ik in de stad, toen was ik in een parkeergarage. En toen ging iemand zeg maar naar beneden met zijn auto. En toen had hij heel zijn zijkant geschraapt tegen de muur. Heel die ding was zeg maar los, hè. Dat is echt zielig. Het is zo slim, die heeft zeker geen ribben. Nou, volgens mij was het nog een nieuwe auto. We zijn in de Marktvrouw, ik weet niet wat we gaan doen, maar we zijn hier. We zijn ook met JJ. JJ, zeg even hoi! Hey! Hey, wat bro?
Dan kan je echt interesse hebben. Ja, ga ik dus echt wel erin zetten. Oh, bro! We gaan hier eten, jongens. Very Italian pizza for the first time. Ben benieuwd. Hallo guys, we hebben net gegeten bij Very Italian Pizza en het was delicious, kan ik jullie vertellen. Het was echt lekker. Ja, maar voilà. Lekkerder dan we hadden verwacht. Die meisje ging naar me lachen. En het was fucking goedkoop. We hebben met z'n tweeën hebben we voor €34 gegeten. Zij heeft nog bier gehad, ik heb nog wijn gehad. Ik had nog een ijsje, had nog een tweede bier. En we hadden allebei een simpele pizza, moet ik zeggen. Dus misschien als je... Maar ik dacht dat het... Hoeveel zei ik? Jij zei 50 en ik zei 45 en het was 34. Ik heb me wel... Het was gewoon Happy Italy prijs. Was beter prijs. Hoor. Ja. Die eten was beter, ik zeg je eerlijk. Ja, heerlijk. Italiaanse biertje. Zo. Lekker hoor. Ja. Dus kijk hoe groot voor herhaling vatbaar. Koude groot. Eeuw man. Ga weg! Hij heeft nog een rode mond of zo. Hey. Boba. Het zijn in de rituals, ik ben aan het wachten op mijn spray. Oh, die spray is er niet, ze heeft er niet. Dat had ze wel in de handen niet. Hallo iedereen. Oh, het is de volgende dag. Oh, mijn make-up zit echt goed. Het is zaterdag. Het is weer heel heet vandaag. En er is vandaag een barbecue bij mijn schoolfamilie thuis. Want mijn schoolvader was donderdagjarig. Dus gewoon lekker barbecuen. En ja, dat wordt waarschijnlijk weer gewoon lekker gezellig. En morgen ga ik nog lunchen met mijn vader. Maar ik wil jullie even mijn ouders laten zien. Maar ik weet niet hoe ik dat ga doen, want mijn kamer is een beetje droog. Maar goed, laten we even kijken. Oké, guys. Ik heb dit topje aan van AliExpress. Ik weet niet of ik de link nog kan vinden. Maar als ik hem kan vinden, zal ik hem wel in de beschrijving zetten. Deze broek heb ik van Safia gestolen. Ik moet hem nog steeds teruggeven. Deze is van Pull & Bear. En ik heb gewoon mijn Air Force aan. Ik moet trouwens nieuw van kopen, ze zijn kapot. En ik heb dit tasje mee van Shein. En dat is het outfit. En ik heb ook nog hier een tas. Ik heb nog een blouse erin. Voor als het wat frisser wordt in de avond. En dat is de outfit. Okay guys, we're on the move. We gaan naar mijn sluis. Ik ga wel omrijden ofzo. Oh, ik heb niet zoveel tank. Nou, moet je tanken? Ja, het is of tanken of het pas opladen. Ik ga wel gewoon... Want je moet maandag toch... Ik ga wel gewoon omrijden. Oh, mijn make-up zit echt mooi. Heb je nou een zonnebril op? Waarom lach je? Nee, omdat je ineens een zonnebril op hebt. Lijkt echt alsof ik op Ibiza ben of zo. Dat ben je ook. Oké, okay, doei. Oh jongens, we gaan even foto's maken. Mama, kom je? Ik was dus laatst met mijn nichtje was ik hier. Was ik even aan het chillen en aan het praten. En toen zag ik deze mooie palmbomen achter. Toen dacht ik... Wow, dat is een leuke plek om foto's te maken. Dus, ik ga even een outfit check foto maken. Tenminste, mijn moeder. Hallo guys, ik weet niet of jullie mij kunnen horen, maar we zijn bij de barbecue. Barbecue is daar gaande. Sarah zit naast me, Sarah. Ze zit nog niet op de vlog. Je zit wel in de laatste vlog van Bonaire, hè? Ja, dat hoe heb je dat gezien? Nee, ik dacht het niet. Maar... Oh, sowieso in die ene met die foto's. Goedemorgen allemaal. Het is de volgende dag.
ben uiteindelijk bij Julie blijven slapen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik had ook geen spullen mee. En ik ga natuurlijk lunchen met mijn vader. Dus dat was een beetje onhandig. Maar ik werd op een gegeven moment in de avond werd ik zo moe en ik had hoofdpijn. Maar ik had ook echt kapot veel wijn gedronken. Ik weet niet waarom. En het is niet per se een wijn die ik heel lekker vind of zo. Nee, heel raar. En toen werd ik dus een beetje moe. Dus ben ik naar boven gegaan, ben ik even gaan liggen. En toen op een gegeven moment ben ik niet eens meer naar beneden gegaan. Dus ging ik gewoon slapen. En ik sliep echt als een roos, kan ik jullie vertellen. Wat wil ik ook weer zeggen? Ja, ik ben dus nu onderweg naar huis. Het is 9:50. Ik haat het altijd zo erg als ik moet opstaan van Jornix naar huis en dan nog de pont moet nemen. Kijk, als ik gewoon een stukje moest rijden, zou het niet erg zijn. Maar heel die pont, dat staat me gewoon niet aan. Anyway, het was gisteren wel heel gezellig. Lekker eten. En zo raar. Gisteren was het 30 graden. Het is vandaag 17 graden met regen. Maar ik moet wel zeggen dat ik het wel fijn vind van slapen. Want dan kan ik gewoon normaal slapen. In plaats van dat ik alle ramen open moet doen en mijn hoofd in een ijskist wil zetten. Nou, ik neem jullie vandaag gewoon lekker mee. Ik denk dat het vandaag niet heel bijzonder wordt. Alleen lekker lunchen. We gaan naar Ekmekki toe. Dat is volgens mij Turks. Echt heel lekker. Dus daar, ik ben daar een paar weken terug ook met Jornik voor het eerst geweest. En dat was echt heel lekker. Dus ja, ik dacht ik ga met mijn vader naartoe. Want vandaag is het vaderdag. Het is fijne vaderdag. Naar elke vader, opa, oom. Ik even dit dan. Het is zo verschrikkelijk. Al die regen. Het ziet er gewoon weer helemaal grauw uit. Gisteren was de sky helemaal babyblauw en nu is het gewoon grijs met wit. Oeh. Hey guys. Ik ben even in Schiedam. Moeder afzetten. Volgens mij heb ik echt alleen maar shots in de auto deze vlog. Maar ik ga nu even mijn zus halen. Of tenminste, ik ga daar even wachten. Want we zouden om 12 uur gaan lunchen met mijn vader. Maar we gaan nu om 1 uur. Wat doe ik eigenlijk? Oh, dit wilde ik. Dus ja, ik ga daar nu even heen. En dan gaan we naar Ekmekki. Jongens, kijk hoe cool. Laat me even zien, Kimberly. Daarom, ik dacht al, waarom vraagt ze, je weet hoe het werkt. Maar hoe wat werkt. Ja, dit werkt. Zo leuk. Oké, guys, we zijn bij Ekmekki. En ik heb een all-in van bijt besteld. Dan krijg je ei en sujuk en thee onbeperkt. Allemaal lekkere dingen. Ik ga het jullie zo meteen laten zien. Het is echt heel erg lekker. En de vibe hier is ook heerlijk. Met mijn vader. Vader. En met Kimberly, maar ik denk niet dat ze op de camera hebben. Ze is ziek. Hallo iedereen. Het is weer de volgende dag. Ik heb gisteren volgens mij niet zoveel gefilmd. Gewoon omdat ik eigenlijk niet zoveel bijzonders heb gedaan na lunchen. Maar ik dacht, ik ga vandaag gewoon even een beetje meer filmen voor jullie. Ik ben aan het werk. Ik heb best wel wat te doen ook. Maar ik heb zo meteen eventjes pauze. Dus ik dacht, ik ga eventjes mijn bed verschonen. Ik moet ook nog was opvouwen. Wat ik al heel lang uitstel. En ik wilde vandaag TikToks maken. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Omdat ik heb mijn haar gisteren gewassen. En het zit dan niet zo goed. Oké, guys. Ik ga even naar de plus toe. Ik heb ontzettende honger. En ik dacht, ik weet eigenlijk niet eens wat ik wil gaan eten. Maar ik weet wel dat ik even naar de plus moet gaan. Om iets te gaan halen. En ik wil ook gelijk wat halen voor vanavond om te koken. Ik dacht aan kip met rijst. Maar kip wel gemarineerd in zo'n ik weet nog niet wat voor saus het is. Maar ik zal even kijken hoe dat heet. Ik hou er echt van om mijn kip daarmee te marineren. Oh, is mijn op ook. Dat is deze. Sojasaus is het gewoon. Maar ik doe altijd deze. En dan doe ik ook altijd deze. En die zijn volgens mij allebei van de Lidl. En dan doe ik altijd nog een beetje sriracha saus erin. Dat die een beetje spicy is.
En soms wat chili saus en natuurlijk gewoon paprika poeder en alles. Oh, dat moet ik ook halen, paprika poeder. Maar ik weet niet, ik vind dat saus gewoon zo lekker. Dus ik ga dat maken met kip. Ik weet niet wat voor soort kip. Maar dat zie ik zo meteen wel. En dan met rijst en denk broccoli of zo. Gewoon standaard, maar ik hou echt van die maaltijd. En ik moet even wat gaan halen voor nu, want ik heb echt honger. Maar er is niet veel thuis. Er is wel wat thuis, maar I just don't know what to eat. Kijk, guys, ik heb jullie ergens op staan. Ik hoop echt dat het blijft staan. I'm back from the groceries. En ik dacht, ik ga even een unboxing doen. Unboxing, hoe heet dat? Shoplog van boodschappen. Ik heb best wel wat gehaald. Dus ja, ik heb aardbeien gehaald. Want ik haal eigenlijk bijna elke week aardbeien. Want het is gewoon lekker. Ik heb kip gehaald. Kipfilet reepjes. Voor vanavond, maar ook voor nu. En ik heb dus dit gevonden. Naan of zo. En ik dacht, misschien is dit wel lekker om kip op te doen. En een beetje sla, een beetje avocado. Dit heb ik ook gegeten in Dubai. En dat was echt heel erg lekker. Ik heb salade gehaald. Ik denk dat ik een beetje nu ga eten en ook een beetje vanavond. En ik heb paprika poeder gehaald, want het was op. Ik heb ketchup gehaald. Een zoete variant. En ik hoop dat deze net zo lekker is als die van de Lidl. En zo dik. Want die van de Lidl is echt dik. En die blijft ook echt op de kip zitten. Dus ja, we gaan het meemaken. Ik denk dat deze ook goed is. En ik heb uiteraard broccoli gehaald. Avocado. Ik heb er 3 gehaald. Ik vind het altijd zo moeilijk om avocado te kopen. Want je moet er echt even een beetje in knijpen. Of je, zo kan je weten of die een beetje goed is. Als die echt keihard is, dan is je gewoon nog niet, zeg maar, eetrijp of zo. Maar ja, om in de winkel na al die avocado's te gaan zitten knijpen, is ook niet echt handig. Maar ik heb daar dus 3 van. En natuurlijk nog een kipbakje. En een pak Alpro. Dat eet ik altijd met mijn aardbeien. Neem ik ook gewoon morgen mee naar werk toe. En dit was het alweer. En dit allemaal was 20 euro.